om te kijken hoe we de sociale huurwoningen in de gemeente het beste kunnen verdelen. Want dat regelt deze huisvestingsverordening. 7 december is dit besproken met elkaar. En vanavond gaat het over de vaststelling van de verordening. Ik heb begrepen dat Burgerbelangen een amendement heeft voorbereid. Dat was net als bij het agendapunt wat we eerder hadden. Beginnen we daar ook mee. Ik geef graag het woord aan de heer Van Druiten van Burgerbelangen om het amendement in te dienen. De heer Van Druiten. Ja, dank u. We zouden graag van de gelegenheid gebruik willen maken bij de huisvestingsverordening om een amendement in te dienen. Voor ons eigenlijk willen we het voorstel doen van maatschappelijke binding in Bennekom en Lunteren. Dat was vroeger ook het geval. Wij denken dat zeker Lunteren sowieso een gevoel van eigenheid kent dat niet minder is als in Harskamp in Otterlo. En de wet biedt ons de mogelijkheid om daar te selecteren. Sterker nog, er is een wetsvoorstel geweest in de Tweede Kamer, waarbij het percentage zelfs nog 50% kan in totaal. Dus wij zouden graag zien dat we het voorrangscriteria ook toepassen in Bennekom en in Lunteren. Ik kan de tekst voorlezen, hoeft niet helemaal misschien. Maar wij vragen dus om de huisvestingsverordening te wijzigen en dan lid toe te voegen of te wijzigen. En economische en maatschappelijke binding toe te voegen voor ook deze twee dorpen, voorzitter. Dus ik wil hem graag indienen. Ja, dan is het amendement van Burgerbelangen, economische en maatschappelijke binding, Bennekom en Lunteren. Daar gaat het dan over, die twee ook. Is ingediend en maakt onderdeel uit van de beraadslagingen. En dan kijk ik, uiteraard gaat uw gang, de heer Koekoek, D66, als reactie op het amendement. Dank u wel, voorzitter. Ja, leuk om dit amendement te zien van Burgerbelangen. We staan er in principe ook sympathiek tegenover. Zeker ook als inwoner van Bennekom, denk ik. Bennekom is ook een dorp. Er zijn ook mensen die willen daar graag wonen. Ik heb nog eigenlijk één vraag, een beetje aan de indiener, maar misschien ook wel straks aan de wethouder. Van wat is nou het juiste percentage? Want het is wel zo dat bij elke voorkeur die je geeft aan inwoners, betekent dat andere mensen dus niet meer aan de beurt komen. Dus er zit ergens een evenwicht in, denk ik. En ziet Burgerbelangen dat ook zo? En wat is dan een goed percentage? En is dat misschien ook iets wat we misschien dan nog een beetje kunnen monitoren? Dat het niet te veel is en niet te weinig. De heer Van Druiten. Ja, dat zouden we graag zien, want we hebben ook cijfers opgevraagd. Hè, van wat wordt er nu gedaan? En die cijfers zijn in dit huis niet bekend, naar mijn weten. Dus zeker, dat zouden we graag monitoren. U heeft gelijk, hè, op het moment dat u de ene doelgroep voorrang geeft, zullen er ook mensen zijn die daar nadeel bij hebben. Dat klopt. En dat is uiteindelijk een politieke keuze. Ik vind het wel heel goed dat u al een sympathiek voorstel vindt. Dat is voor mij al best wel positief. Omdat ik eigenlijk had verwacht dat u zou zeggen, iedereen moet, ook vanuit de Randstad moet mensen zich kunnen vestigen. En die maatschappelijke binding moet weg. Maar het feit dat u mijn voorstel al sympathiek vindt, als Bennekommer, maar goed, dat zal misschien niet meespelen. Maar u erkent ook de eigenheid van de dorpen. Dat zie ik als een stap vooruit. Maar wat ons betreft moet het ook gemonitord worden. Want je mag natuurlijk ook maar max tot die 25% gaan, die binnenkort naar 50% gaat. Dus dat zou je moeten monitoren. En als je daar aan zit, dan moet je natuurlijk aan de wet houden. Je mag niet meer of wel minder, maar in ieder geval niet meer dan wat percentage. Ja, de heer Koekoek, D66. Mooi. We zijn het in grote lijnen dus eens. Inderdaad, soms is een debat ook nuttig om nog even die beelden die we van elkaar hebben dan iets te verduidelijken. Dank u wel. Ja, u ook. Ga naar de heer Bongers-Karmoui van GroenLinks. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Ik snap natuurlijk waar u vandaan komt, zeker gezien de vaker gesprekken hierover hebben gehad. En we hebben natuurlijk al dit soort voorrangsregeling voor. In de gemeente zijn we al veel mee bezig. Maar als je dan ook nog steeds gaat verkleinen naar dorpen bijvoorbeeld en naar kernen toe, hoe klein we uiteindelijk gaan. Hè? Want je zegt, die mensen hebben een binding, dat begrijp ik ook heel goed en dat is ook duidelijk. Zeggen we hebben een binding met ons dorp. Maar hoe erg zou het zijn als je in Bennekom woont en je moet, je kunt daar geen huis hebben, maar wel in Ede, dan zit je in dezelfde gemeente, je zit vlakbij, je hebt wat binding, zou ik zeggen, dat is eigenlijk nog steeds allemaal. Een beetje van waar ga je naartoe uiteindelijk als je zegt, we hebben steeds meer je eigen wijk misschien, je eigen straat misschien. Dat is een beetje natuurlijk van in de gemeente oké, maar hoe klein moet het worden? De heer Van Druiten.
Ja, ik denk dat je daar wel een grens aan moet stellen. Want anders wordt het op een gegeven moment dat je in een bepaald woonblok een binding zou kunnen hebben. Echt op dat postzegel detailniveau. Ik denk niet dat het de bedoeling is. Ik denk wel dat we die binding wel zien. Als je bijvoorbeeld van Lunteren naar Ede gaat. Nou, dan zie je menigmaal dat Ede is doorgekrast. Hè? Dat de plaatsnaam Ede is weggehaald. Dus daar zijn zelfs wel anti-Edese sentimenten, hè, natuurlijk. Dus dat geeft aan hoe die binding eigenlijk die eigenheid gevoeld wordt. Zeker in de buitendorpen. En ik denk dat dat ook nog wel in wijkniveau gaat. Ik merk als Edenaar zelf wel eens, als ik buiten Ede ben en ik kom een andere Edenaar tegen die ik herken, of vanuit Veldhuizen van vroeger, dan is daar ook al een soort klik, want je komt allebei uit Veldhuizen. Dus ja, op dat detailniveau bestaat het wel, maar ik denk niet dat we daar naartoe moeten, want dat wordt wel heel rigoureus. Maar Lunteren is wel een echte eigenheid en Bennekom idem dito. Ik denk wel dat het in Lunteren nog meer leeft dan in Bennekom. Dat moet ik er wel bij zeggen. Ik denk dat Lunteren wel bovenaan staat als het gaat om binding. Ik wil de andere dorpen niet tekort doen, maar ik vrees toch dat het wel zo is. Ja, de heer Bongers-Karmoei. Ja, dankjewel. Ja, ik wil die binding ook zeker niet tekort doen, hoor. Maar het is inderdaad wel, in hoeverre ga je daarin mee? En waar kijk je dan naar de grens? Ik bedoel, u heeft het nu over het dorp en de kern, maar gelijk noemt u ook al op wijken. Ik woon zelf op Enka. Ik ben natuurlijk ook een typische zo'n Enka, ex-randstedeling enzovoort. En dat zie ik ook wel, dat heel veel mensen daar bijvoorbeeld een specifieke binding mee hebben. Maar ja, dat zou ik ook wel, ook al wel ik daar zelf, nogal heftig vinden om te zeggen, nu mag ik, heb ik voorrang op een huis op Enka. En dat is een beetje van, we zijn één gemeente en willen we dan zoveel specifieker worden? Dus vraag aan u en ook gelijk wel eigenlijk aan de wethouder. En ja, u merkt al mijn eigen sentiment. Misschien moeten we dat niet willen. Ja, oké. Dan mevrouw Haaslegen van gemeentebelangen richting de heer Bongers-Karmoei. Gaat uw gang. Ja, ik snap u wel, hè, dat het heel lastig is in wijken, kernen of hoever. Maar als je het echt alleen helemaal over de hele gemeente. Ik denk wel, als je heel eerlijk kijkt, dat je bijvoorbeeld, ik bedoel, laten we dan nu Lunteren en Bennekom pakken, want Otterlo, Harskamp, Wekerom, Edeveen, dat staat er al. Dan is volgens mij daar het aanbod van woningen ook vele malen kleiner dan dat je dat in Ede zelf hebt. Bent u dat met me eens? De heer Bongers-Karmoei. Ja, dus u zegt het aanbod is klein en daarom is het logischer dat je daar een soort voorrang geeft aan mensen die er al wonen. Is dat de vraag die u stelt? Mevrouw Haaslegen. Het is lastig, hè, voorzitter. Ik mag maar 3 keer. Ik krijg geen antwoord op mijn vraag en ik moet zelf de vraag nog maar... Nee, maar deze stelt niet. Nee, oké, dank u wel. Nee, dat is goed dan. Nee, ik zeg wel dat het binding... Ik zeg niet dat mensen in Ede niet die binding hebben die ze in Otterlo, Harskamp, Lunteren of Bennekom hebben. Alleen ik denk wel dat het aanbod in de dorpen veel kleiner is dan in Ede... Ja, we mogen geen stad noemen, maar laten we dan het grote Ede noemen. Dus ik denk dat de keuze daar ook veel groter is en dat je dan een verdeling anders kan doen dan in nu de aanvulling Bennekom-Lunteren. De heer Bongers-Karmoei. Ja, dus om even nog concreet anders te geven op uw vraag. Want u vroeg van mij alleen maar, ben ik het eens dat er minder aanbod is? Nou, volgens mij, ik heb het niet zo in mijn hoofd, maar volgens mij klopt dat. Dus ja. Maar ik vind dat op zich niet genoeg reden om te zeggen, oké, dan gaan we steeds, want dan kun je zeggen, er is heel weinig aanbod. Kom ik terug op mijn verkleining van weinig aanbod in een specifieke wijk of zo. Maar ja, dat is ook niet een reden dan om dat maar voorrang te geven aan mensen die al in die wijk zitten. En ik begrijp heel goed dat gevoel van binding en eigenheid met een dorp. Maar ik vind het toch lastig om hier heel veel regelgeving nog bovenop te gooien. Mevrouw Haaslegen, gemeentebelangen. Nee, dat begrijp ik. Ik denk ook dat we daar verschillend in zitten. En dat is ook niet erg. Alleen ik denk wel dat als je naar die binding kijkt, pak een dorp bijvoorbeeld. Ik bedoel, ik stap op de fiets en ik fiets naar mijn vader die zorg nodig heeft. Omdat ik in Otterlo woon, omdat ik die binding daar heb. Als ik dat in Ede zou doen, ik moet een huis in Ede gaan kiezen, dan kan ik de fiets wel pakken, maar dat is niet erg. Ik bedoel, dat duurt het een uur voordat ik er ben. En ik denk in de kern van Ede kan je overal binnen een kwartier, 20 minuten met de fiets zijn. En daar zit wel het verschil, denk ik, dat wanneer je in de dorpen blijft of wanneer je echt naar Ede uit zou moeten vliegen. Dus nogmaals, voor ons zou het de voorkeur hebben om gewoon wel binnen die dorpen te kijken, dat je daar wel de eigenheid, die we volgens mij allemaal in Ede trots op zijn, dat die dorpen dat hebben, dat we dat blijven behouden. Ja, einde wat dit debatje betreft. Verder nog naar de indiener vanuit de raad. Reacties? Niet het geval. Dan ga ik naar het college, wethouder Van de Beek, om te gaan reageren op het amendement. Ja, u mag hem uitzetten, kaart eruit halen. En dan zal wethouder Van de Beek reageren op het amendement. Gaat uw gang. Dank u wel, voorzitter. We hebben het over sociale en economische binding met een kern. En dat gaat over één kern
tegelijk waar je dan binding hebt. En de kernen die nu worden genoemd in de huisvestingsverordening, dat zijn kernen met weinig sociale huurwoningen. En dus ook een klein effect op de hele dynamiek in de gemeente. Lunteren en Bennekom zijn wat grotere kernen in de gemeente en daarom gaat het een wat ander effect hebben. Je zet namelijk als het ware een hekje om een dorp heen en het zorgt ook voor een verminderde toegang tot Lunteren en Bennekom vanuit de andere kleine dorpen, omdat voorrang binnen het dorp voorgaat. En waar te veel hekken toe leiden, dat kunnen we zien in Otterlo. Lunteren, de kern van mijn betoog is dus dat Lunteren en Bennekom een andere dynamiek hebben dan die twee kleine dorpen. En dat je daarom voorzichtig moet zijn om dit zomaar nu in te voeren. Ik heb ook wel goed geluisterd. Ik denk dat het echt iets zou kunnen zijn wat we voor een volgende huisvestingsverordening meenemen. Als ook de nieuwe huisvestingswet is ingevoerd. En dat we wat beter beeld hebben op deze effecten en het ook in de regioverband goed kunnen invoeren. Ik hoop dat deze argumenten voor zich spreken en laat het aan uw raad ter beoordeling. De heer Telgen, CDA Interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij dat de wethouder het aan de raad laat om voor de beoordeling. Want wij vinden het een heel goed plan. Wij leggen het juist zo uit dat als er dan een van die weinige huurwoningen beschikbaar komt, dat er dan in ieder geval iemand gaat wonen die binding al heeft met het dorp. Dus die weer kan bijdragen aan de levendigheid van het dorp en bijdragen aan de voorzieningen in het dorp en bij kan dragen aan de verenigingen in het dorp. Dus dat is volgens mij wat we hiermee proberen te betogen met dit amendement. Dus of ziet de wethouder dat anders? Wethouder Van der Beek. Ik zie en probeer heel goed de bedoeling van de indieners te lezen. En ik hoor een hoop wensdenken wat nog niet onderbouwd is en waar de mogelijke effecten die negatief zijn ook zouden kunnen optreden en mogelijk niet tegen opwegen. Dat is wat mij hier namens het college tot deze onderbouwing doet komen. En u hoort ook goed dat het aan u is om het te beoordelen hoe je dat ziet. Ja, dan een interruptie van de heer Koekoek, D66. Ja, dank u wel voor die toelichting. Zoals ik net ook in mijn interruptie al aangaf, het is een beetje de maatvoering ook. Hè? En begrijp ik nu van de wethouder dat er nog helemaal geen informatie is over hoe vaak nu zeg maar lokale woningzoekenden, bijvoorbeeld in Bennekom of in Lunteren, een sociale huurwoning vinden of zoeken in hun eigen gemeente. Is daar zeg maar nog niets over bekend? Want dat vind ik wel een beetje het lastige. En daarom aarzel ik ook nog wel een beetje naar dit antwoord van de wethouder, wat we zullen gaan stemmen. Wethouder Van der Beek. Ja, ik begrijp dat u uit mijn antwoord kan opmaken alsof we het niet weten. Het is meer dat we na de tijd van indiening van dit amendement niet goed kunnen beoordelen, want dat was vanmiddag. Of welke effecten er plaatsvinden. En ik denk dat het verstandiger is om zoiets niet op een achternamiddag letterlijk in te voeren. Maar dit is aan u ter beoordeling. Ja, de heer Koekoek, D66. Oké, dat is duidelijk. We zouden het ook kunnen uitvinden. Maar wat betreft een geschikt percentage, want u zegt die dorpen zijn eigenlijk wat anders. Hè? Bennekom en Lunteren zijn wat groter, wat andere dynamiek. Maar het principe onderschrijft het college dat toch niet, dat als je in Bennekom woont en je bent aangewezen op een sociale huurwoning, dat het toch wel belangrijk zou zijn dat je dan ook in Bennekom een redelijke kans hebt om daar een woning te vinden. Want als dat zo zou zijn, dan zijn we eigenlijk toch best wel heel eind met elkaar eens. Wethouder Van der Beek. Ja, zo ken ik u, dat we, voorzitter zeg ik, via u natuurlijk, zo ken ik de heer Koekoek, dat we zoeken naar common ground. Dat is ook zo, alleen er zit een aanname in dat nu niet het geval is. En dat dit het zodanig verbetert dat die voordelen tegen de nadelen opwegen. En dat kan ik hier niet aan u vertellen. Ik kan hier alleen vertellen deze mogelijke nadelen. Die vind ik zo serieus dat ik ze hier wil noemen. En het is aan u te beoordelen hoe u dat vindt. Ja, dan ga ik voor de laatste maal de heer Koekoek.
Ja, als we dat amendement toch aannemen, zou de wethouder dan kunnen leven met dat we eigenlijk zeggen van nou, laten we eens kijken wat er gebeurt de komende jaren. En stel nou dat het hele ongewenste effecten heeft, dan zou dat misschien een reden, dan is dat ongetwijfeld een reden om dan terug te komen. Het college kan terugkomen of als raad kunnen we erop terugkomen. Maar liefst het college natuurlijk van nou, dit werkt echt helemaal verkeerd. We hebben nu ook nog te maken met een percentage van 25% landelijk. En dan zouden we kunnen kijken hoe dat gaat. Is dat een optie voor de wethouder? Wethouder van den Beek. Ja, dat is één manier van beleid invoeren. Ja, dat is niet mijn favoriete manier, maar het zou kunnen. Ja. Ja, dan ga ik naar de heer Van Druiten, de indiener van het amendement. Burgerman, gaat uw gang. Mij bekruipt dat die cijfers juist niet bekend zijn. En ik heb het gevoel dat de ambtenarij er geen zin in heeft. En ik vind dat de politiek daar sturing aan moet geven, dat er een politieke wil ligt. En dan moet het gewoon uitgevoerd worden. En dat misschien niet fijn is voor de ambtenaren om dat te meten en te weten. En de cijfers er niet zijn, want wij hebben ze niet gekregen. En we vragen al lang naar deze cijfers, maar ze zijn er volgens mij niet in dit huis. En ik vind de suggestie van de heer Koekoek goed. Als blijkt dat het niet werkt, ja, dan we kunnen gewoon tot dat percentage, mogen dat wettelijk doen, komen er overheen. Dan kunnen we gewoon zeggen, nou niet meer dan dat. En kijken hoeveel dat dan in totaal is. En misschien lossen we het dan op. Het lijkt me juist een hele constructieve manier, juist om als politiek sturing te geven. In plaats van door beperkingen, die er mogelijk niet eens zijn, cijfermatig. Wethouder van den Beek. Ja, dat zou zo zijn. Het staat u vrij. Het andere is dat als u het als een soort suggestie had mee willen geven, had u dat ook via een motie kunnen doen. Dan hadden we iets meer ruimte gehad om dit te doen. Ik sta er ook niet onwelwillend tegenover. Ik zie ook wel dat het iets is wat we zeker met de nieuwe huisvestingswet ook meer zouden kunnen onderzoeken. Het is wel zo dat we voor het eerst nu in de regio samen onze verordeningen hebben afgestemd. En dit in de andere regio gemeente nog niet op deze manier is toegepast. Dat kunt u ook als een gegeven natuurlijk zien. Voor mij geeft dat wel aan, laten we nou eerst deze stap zetten met de huisvestingsverordening. Maar ik kan ook uw redenatie volgen. Ja. Dan gaan we door met de heer Harmsen van de VVD. We hebben het nog steeds over het amendement in het kader van de huisvestingsverordening. Gaat uw gang. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik vind het altijd lastig als verschillende beleidsdocumenten tegen elkaar in gaan werken. En dat dreigt hier ook wel een beetje. En daar wil ik graag uw reactie over horen voordat we overgaan tot stemming. Er zijn eigenlijk twee die mij gelijk boven komen druppelen. Eentje gaat over de agenda die we hebben vastgesteld met onze regio Food Valley, waarbij we een hele grote paragraaf hebben opgenomen over het aantrekken van human capital. En dat ziet er juist op dat wij in deze regio voorzien dat we mensen van buiten onze gemeente moeten aantrekken om onze economische agenda te laten uitkomen. Als we dit sympathiek klinkende amendement aannemen, wil ik wel van u horen dat op die ambitie dat we daar niks op inleveren. Want dit is een soort randvoorwaarde waar we allemaal mee akkoord zijn gegaan. En dat moet niet tegen elkaar inroeien. Want anders kunnen we het over 2 jaar wel verbeteren. Maar dan hebben we daar zoveel schade van dat dat niet meer kan. Het tweede is, waar ik uw mening over wil horen, dat is het volgende. Ik zou me laten we eerst even die andere afhandelen. Okay. Ik zie ook al een andere interrumpeerder. Ja. Wethouder van den Beek. Wethouder van den Beek richting de heer Harms. Ja, over de instroom van human capital en of dit, dit voorliggende amendement dat lastiger zou maken. Ik vind dat lastig om te beoordelen. Ik kan niet u de garantie geven die u vraagt. Ik kan ook niet inschatten welke vorm, welke omvang het zou hebben. Ik denk dat het daarbij moet laten, anders ga ik ook speculeren. Ja, dan had u nog een punt, maar kijk even naar de heer Van Druit, want ik kreeg het gevoel dat hij wilde reageren op het eerste punt van de heer Harms. Klopt dat? Ja, human capital, het gaat om sociale huur. Dus ik zie dat niet direct, die link. Ik wilde wel aan herinneren dat u de vorige keer voor hetzelfde amendement heeft voorgestemd als VVD. Dus ik hoop dat er geen andere koers is gaan waaien. Maar goed, u zit nu in de oppositie, dus dat kan misschien niets veranderen. Ja, misschien wil de heer Harms toch reageren op het human capital, schat ik in. De heer Harms, de VVD. Ja, maar daar wil ik best op reageren, voorzitter. Een beetje het punt is dat human capital niet per se betekent mensen die een huis kunnen betalen van 7, 8 ton, die dus buiten het sociale huursegment vallen. Tegenwoordig zijn de huizen zo duur dat starters, ook al hebben ze een hoge opleiding, ook afhankelijk zijn van sociale huur. Dus die zitten hier denk ik wel in. Dat was misschien een paar jaar geleden anders. En wat er ook is veranderd, is dat wij als raad akkoord zijn gegaan met deze agenda.
met de Human Capital Agenda. En dat maakt het anders. En ik schrik er een beetje van dat de wethouder zegt van ja, ik laat het aan de raad. Overigens weet ik niet wat voor invloed het heeft. Eigenlijk zegt hij, ik ga zitten en ik stop mijn vingers in mijn oren en ik zie wel even wat de consequenties zijn. Dus daar had ik... Ik chargeer het iets wat. Maar U had nog een tweede punt. Ja. Dank u wel, voorzitter, dat u me tot de orde roept. Dit is een zorg wat ik had en die... ik had graag gewild dat het weggenomen was. Het tweede is het volgende. Als er gebouwd wordt, waar dan ook, of als er een toevoeging van huizen komt, dan is er natuurlijk altijd verschillende partijen nodig, een plan van de gemeente nodig, maar ook ontwikkelaars. En mijn angst is, en ik hoop dat u die kunt wegnemen als college, mijn angst is dat het voor een projectontwikkelaar minder interessant wordt om te bouwen in Ede op het moment dat we die sociale, of zeg maar de verplichting hanteren van 25-50% voor eigen bewoning. Waardoor een projectontwikkelaar eerder geneigd is om naar een andere gemeente te gaan om te bouwen, omdat zijn potentiële doelgroep kleiner wordt. Als u zegt, nou daar kan ik u geruststellen, want dat is dat effect, dat herken ik niet, dat gaat niet optreden, dan kunt u dat wegnemen. Maar als u dat ook niet weet, dan... laat ik eerst maar eens een open vraag stellen. Bent u niet bang voor dat effect? Wethouder van den Beek. Dank u wel, voorzitter. Eindelijk kan ik hopelijk een angst wegnemen. Omdat ik denk dat projectontwikkelaars bouwen en met name exploiteren zeer weinig sociale huurwoningen. Dat doet eigenlijk met name woonsteden. Dus ik denk dat het effect niet zo groot zou zijn. En zeker omdat de wachtlijsten voor huurwoningen nu heel groot zijn. En we zien ook dat het deel van de woningtypes die wat nog minder tot stilstand komen zijn de sociale huurwoningen. Ja, de heer Harmsen, VVD. U geeft mij een woord, maar ik ben nog aan het kou op het antwoord. U zegt eigenlijk, ik verwacht niet dat projectontwikkelaars hier last van hebben. Dat is uw antwoord, hè? Ja. Andere nog over het amendement? Kan ik de beraadslagingen voor dit agendapunt sluiten dan? Ja, dank u wel, wethouder Van den Beek. Dan gaan we over naar het stemmen. Over het amendement economische en maatschappelijke binding Bennekom en Lunteren van burgerbelangen. En dan kijk ik eerst rond of er stemverklaringen zijn bij dit amendement. Ja, ik begin bij de heer Bongers, Karmoei, GroenLinks. GroenLinks sprak natuurlijk al twijfels uit net bij de bijdrage. En die zijn zeker niet minder geworden sinds de bijdrage van de wethouder. Dus wij zullen tegen dit amendement stemmen. Ja, andere stemverklaringen. De heer Koekoek, D66. Voorzitter, we moeten twee verschillende dingen met elkaar afwegen. En het gaat uiteindelijk om maatvoering. En we vinden het wel lastig dat er nu nog zo weinig feiten op tafel liggen. Maar we vinden tegelijk wel dat tot op zekere hoogte moeten we ook de dorpen Bennekom en Lunteren ruimte geven om de mensen ruimte geven om daar een woning te vinden. Tegelijk willen we wel benadrukken Ede ook... Stemverklaringen. Stem. Ja, tegelijk willen we wel benadrukken dat Ede een gemeente is die wel opgebouwd is door heel veel immigranten. En daar willen we... Ja, we moeten uitkijken dat we dat minder vinden dan de mensen die uit Ede zelf komen. Dank u wel. En u stemt voor of tegen? Ja, voor. Wij zullen voor stemmen. Ja. Andere nog stemverklaringen? Ja, de heer Harmsen, VVD. Ja, voorzitter, met dank aan de antwoorden hebben we toch met wat twijfel besloten om tegen te stemmen. Met als reden dat met name die Human Capital Agenda het heel raar is dat we wel instemmen met een regio-document waarin we zeggen we moeten mensen van buiten aantrekken en tegelijkertijd maatregelen nemen waar het tegenovergestelde gebeurt. En als de wethouder dat niet kan wegnemen, dan moeten we tegenstemmen. Ik had het liever gehad dat hij het nog even had kunnen uitzoeken. Ja, dat is duidelijk. De heer De Jong, Partij van de Arbeid, stemverklaring. Dank u wel. Wat de fractie Partij van de Arbeid hanteren we helemaal geen hekjes. Het bestaan van hekjes bevestigt dat er te weinig sociale huurwoningen en betaalbare woningen voor starters en jongeren enerzijds en ouderen anderzijds zijn gebouwd. En daarom stemmen we tegen dit voorstel. Dank. Zijn er nog meer stemverklaringen bij dit amendement? Ja, de heer Gurgulu, DPE. Voorzitter, ook wij gaan tegenstemmen met het argument dat je nooit een goede streep kan trekken. Als je gaat specificeren. Want het zou kunnen denken dat er in bepaalde wijken ook brin in groot is. Mensen zich identificeren met de wijk. Dus dan zou je het ook op wijkniveau moeten doen.
Wat ons betreft zijn we allemaal Edenaren en moet Ede ook openstaan voor alle Edenaren. Solidariteit moet voor krijgen, daarom stemmen we tegen. Dank, dat is duidelijk. Zijn we dan rond wat stemverklaringen betreft bij het amendement? Ja, dat is het geval. Dan gaan we stemmen over het amendement van Burgerbelangen, Economische en Maatschappelijke Binding, Bennekom en Lunteren. Stemming wordt opengezet. Dat zijn 27 stemmen voor en 8 stemmen tegen, waarmee het amendement is aangenomen. Dan gaan we naar het...